Wat? Ja, sorry, eventjes meet voor je naast, Rosiet. Ik ben een beetje dronken. Ja, geeft niks. Gaat welke alweer over. Welke moet ik instarten? Want 0730 haren bestaat niet. Gewapend met pallets vol drank duikt Giel vanochtend de 3FM-studio in om zijn ochtendshow flink aangeschoten te presenteren. Stacey Seedorf van 24/7, die toevallig te gast is, ziet het allemaal gebeuren. Ja, het ging in een rap tempo. Ik ben zelf niet echt een hele stevige drinker. Ik ken ze wel, maar ik heb het toch niet zo stevig. En hij dronk alles door elkaar. Dat is het grappige ervan, is dat de man niet ziek geworden is. Dat verbaast me. Dronkenlap Giel beweert prima te kunnen liegen met een slok op. Maar de uitzending loopt zo uit de hand dat collega Domien Verschuren moet ingrijpen. Kom jij me nu echt overnemen, Domien? Het is genoeg, Giel. Ja, ja, het is mooi geweest. Ik heb de baas even gesproken. Nee, moet ik echt stoppen? Nou, kijk, het was een experiment. Hallo, het was een experiment, Giel. Ik heb nog 15 minuten zendtijd. Ja, maar er hebben allemaal mensen plaatjes aangevraagd. Die 15 minuten zendtijd is van mij. Even geen gelul. Champagne heb ik zien staan. Ik heb vodka heb ik zien staan. Ik weet niet of ik Bacardi heb zien staan, maar dat zou best kunnen. Ik heb kleuren gezien die ik niet eerder gezien heb, dus dat zal ongetwijfeld zullen dat mixen geweest zijn. De 3FM-jock heeft in zijn radioshow al van alles gedaan wat God verboden heeft. Zo laat hij zich oraal bevredigen, kruipt hij achter de microfoon na het snoepen van diverse drugs en staat hij piemeltje naakt op Pinkpop. Nou, hij was wel erg ondeugend.